Kijkers, in deze aflevering van Magazine Force zullen we het hebben over business tussen Suriname en Guyana. En daarvoor heb ik uitgenodigd de chair van de Suriname Guyana Chamber, dat is de heer Vishnu Durga. En verder ook nog de heer Amar Alakramsim en hij is de CEO van CITA. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Heer Alakramsim, als we het hebben over CITA, waar verstaat deze afkorting en wat is het doel precies van de CITA? Alvast bedankt voor de uitnodiging, heer Blankendaal. CITA. Die staat voor de Suriname Investment and Trade Agency. Het valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. CITA die is een entiteit binnen de overheidssector waarbij we praten over een private sector mentaliteit of een houding in de overheidssector. CITA is opgericht door middel van een presidentieel decreet en de bedoeling van CITA is eigenlijk wat de naam ook al zegt, het aantrekken van investeerders en ook het support van exporteurs naar een reliable partner buiten Suriname. Dat zijn het in grote lijnen, maar even specifieker daarover gaan en gelet op dan de reden waarom we vanavond vandaag hier zitten, is namelijk dus de IBC, de International Business Conference. Gelet daarop praten we dan over de sector, de exportzijde. Waarbij we dus gaan praten, dus waar ik het over ga hebben, dat de exporteurs op het internationaal niveau ook zaken kunnen doen. Kun je misschien vertellen wat de verdiensten van CITA zijn geweest de afgelopen periode? Daarbij kan ik een aanvulling geven. Het is nog steeds in zijn start-opfase. Het is een project van de IDB, maar het is een programma die doorgelopen moet worden. Wij zijn dus nu in de fase waarbij, in deze start-up fase zitten wij in de periode waarbij we het structureel nog in orde krijgen. Maar terwijl we structureel bezig zijn en gelet op de snelheid waarop de ecosysteem buiten de olie- en gasindustrie zich vormt, in Suriname en in Guyana, moeten wij dus alvast bezig zijn met het opzetten van relaties en natuurlijk the way of doing international business. Dat is heel opzettelijk. En laat zeggen, ik ben een ondernemer. Als ik bij CITA binnenstap, welke informatie krijg ik? Of wat voor voordeel heeft het voor mij om lid te zijn van de CITA? U kunt zeggen ondernemer, u kunt zeggen ook entrepreneur. Gelet op de exportzijde. En wat wij dus doen op het moment is, bepaalde ondernemers komen dus bij ons voor informatie. Als wat kan ik tegemoet zien in de toekomst? Waarvoor zijn jullie er? En hoe kunnen we de ondersteuning geven? Gelet daarop moeten wij de ondernemers van Suriname proberen dusdanig te informeren over betreft de overheidssector en vanuit de private sector om je een totale overview te geven. Where is it to do business in 2024? Niet de manier hoe wij altijd gewend zijn en hoe de bepaalde grote bedrijven dat al doen en established zijn. De statistieken die zullen dus wijzen waar het naartoe gaat. En hoe je dus daarvoor eigenlijk jezelf kunt ontwikkelen door middel van het netwerk waarbij het logistiek systeem rond de globe een heel klein wereldje is geworden. En nu is er een samenwerking met de Suriname Guyana Chamber, zeg ik het goed? Inderdaad. Okay. Meneer Vishnu Durga, als we het hebben over de Suriname Guyana Chamber, dat is de KKF, tussen Suriname en Guyana. Wat is het doel van de Suriname Guyana Chamber? Ja, dus wat we, en heel bedankt voor de uitnodiging, wat we in Suriname een Kamer van Koophandel noemen. In het Engels is het eigenlijk een commercial registry, waar alle bedrijven zich moeten gaan registreren. In Guyana, wanneer wij praten over een kamer, is het meer een business support organisatie. Dus je moet het een beetje meer vergelijken met de VSB bijvoorbeeld. En ik doe al 25 jaar business met Suriname. Ik ben zelf ook hier geboren, maar ik zit al 30 jaar nu in Guyana. En over deze 20, 25 jaar heb ik altijd gezien dat er zoveel te doen is tussen Guyana en Suriname. We hebben veel Surinaamse bedrijven in Guyana vertegenwoordigd. En sinds 2015, sinds er olie en gas is gevonden in Guyana, is er ontzettend veel trek aan wat er gebeurt in Guyana. En veel Surinaamse bedrijven zijn al nu gevestigd in Guyana, ook vooral de grotere bedrijven. Maar we hebben ook gezien dat er veel kleinere en medium bedrijven van beide kanten ook
de landen binnen willen komen. En toen hebben we dan besloten vorig jaar, samen met de ambassadeur van Suriname naar Guyana toe, mevrouw Lisel Blankendal, om even te kijken, heeft het zin dat we meer structuur brengen aan die business support tussen Guyana en Suriname. En vorig jaar, 31 augustus, hebben we samen met minister Ramdin aan de Surinaamse kant en minister Robert Bouchard aan de Guyanese kant, hebben we dan de Kamer opgericht met goede support van beide gouvernementen. En we zitten nu bijna op 100 approved leden en we zijn er nog niet een jaar erbij. En we hebben ondertussen ook al heel wat trade missions gedaan. We zijn op en neer geweest tussen Guyana en Suriname. We hebben bedrijven gebracht naar Guyana voor die energy conference daar. Maar we hebben ook bedrijven vanuit Guyana. We hebben bijna een delegatie van 60 plus gebracht naar Suriname in juni voor die energy conference hier. En we zijn ook gezamenlijk geweest naar die offshore technology conference in Houston, Texas. En wat onze leden ons hebben gezegd is van, ja, als we eigenlijk meer naar elkaar toe gaan en we zitten en we hebben deze meetings met mensen van het gouvernement, mensen van het bedrijfsleven, is het veel makkelijker om te begrijpen hoe eigenlijk te starten. Meer dan 100 bedrijven, hoe word je lid dan van de Suriname Guyana Chamber? Ja, mensen kunnen zich gewoon inschrijven online, surgaichamber.org. En het is heel makkelijk als je een kleiner bedrijf bent. Het kost ook veel minder om lid te worden van de Kamer. Maar ook internationale bedrijven, andere business support organisaties kunnen zich ook aansluiten. En ja, de kosten liggen tussen de $500 tot $2000 per jaar. En dat houdt ons kantoor dan in Guyana en in Suriname ook draaiende. En dat krijgen mensen dan ontzettend veel support van. En wat voor voordelen heeft het voor jou als bedrijf om lid te zijn van deze chamber? Ja, al het eerst informatie. Iedereen wil meer weten wat er al gebeurt in Guyana, wat er gebeurt hier in Suriname. Veel buitenlandse bedrijven, vooral die internationale bedrijven, zitten ook te kijken van, hey, kunnen we niet gezamenlijk investeren in Guyana en Suriname? Want misschien is Guyana een beetje te klein, Suriname een beetje te klein, maar als je ze samenzet, is het wel heel interessant voor deze buitenlandse bedrijven. En die zoeken allemaal naar partners. Als een buitenlands bedrijf hier moet komen werken in Guyana en Suriname, de huur kost er meer, arbeiders kosten meer. Maar wij als Surinaamse en Guyanese bedrijven begrijpen hoe we hier moeten werken. Maar wat we misschien niet hebben, is het kapitaal. Misschien hebben we die intellectual property niet. Misschien hebben we de track record met de klant niet. Dus als we dat zo snel mogelijk samenzetten, dan kunnen we echt in een joint venture verband, in een partnerschap verband, veel sneller op stap komen. Nu is er een samenwerking ook met CITA. Hoe moet ik deze samenwerking zien? Ja, dus wij hebben begrepen dat als bedrijven, wij zijn de bedrijven die onze investeringen moeten doen. Wij moeten het risico aannemen. Wij willen onze bedrijven uitbreiden. Dus als bedrijven zijn wij dan samengekomen om makkelijker te kunnen investeren. Maar wat wij echt nodig hebben van onze gouvernement en vooral CITA, is die ondersteuning. Want als investeerders binnenkomen, willen we dat ze met CITA moeten kunnen zitten. En voor een investering van deze grootte heb je deze soort incentives die er zijn. En ja, wij zijn niet het gouvernement. Dus het gouvernement moet erbij zijn, vooral voor die grote investeringen waar ze echt die support nodig gaan hebben. Ook van de gouvernementskant. En dat komt ook vaak. Mensen willen weten wat voor land is er voor commercial of industrial purposes. Ze willen ook weten hoe stabiel is het land, wat zijn de wetten en de rechten die ze hebben hier in het land. Dus daarom de samenwerking. En die hebben we dan met beide investment agencies in Suriname, maar ook in Guyana, aangedaan. En het is een heel goede partnerschap. Meneer Alakram Singh, de focus van CIDA, waar ligt het als het gaat om business? Guyana, of is het bijvoorbeeld de diaspora, of is het China? Waar ligt de focus? De focus ligt sowieso op Suriname, gelet op CITA. Ja. Maar het is ook al zo dat wij al jaren dag weten, als Surinamer, dat wij meestal denken, als we praten over exporteren, daar denken we aan de CARICOM-landen, we denken aan, eigenlijk is het, wordt het een SME genoemd, Small Medium Enterprises. Het wordt niet meer als dat.
Wij houden hem eigenlijk een beetje klein. Wij leven daarmee en we zijn eigenlijk ook tevreden. Dat ook goed is. Maar er komt een moment waarbij je nu een concurrentiegeval zal meemaken. CITA is daar, gelet op het exportgedeelte. Wij zijn de organisatie om nu Suriname naar buiten te brengen. De SME's die worden eigenlijk al gesupport door het ministerie van Economische Zaken. Maar CITA is nu de promotiemateriaal die eigenlijk nu de collaboration voor buiten en Suriname met een trustable partner dus wel nu kan arrangeren, deze meetings. Waardoor nu je een volumevergroting zal krijgen. En die volumevergroting zal dan ervoor zorgen dat er collaboration komt in Suriname zelf. Dus in industrieën, twee soortgelijke industrieën, waarbij ze dus eigenlijk niet meer gaan denken dat ze eigenlijk concurrenten zijn van elkaar, maar dat ze nu beginnen te denken dat ze eigenlijk met elkaar dat de afzet moeten hebben voor Suriname. Dat is heel opzet. En is het daadwerkelijk zo, je hoort ondernemers vaak nog praten over ja, het bureaucratische in Suriname om zaken te doen, valt helemaal tegen. Is het daadwerkelijk zo in de praktijk of roept men het of heeft men geen geduld? Mijn ervaring, ik kom na 17 jaar uit de private sector. Mijn ervaring binnen deze aantal maanden dat ik daar ben, is dat het niet echt een bureaucratisch systeem is, maar mensen kennen meestal de weg niet. Waar moet je beginnen? Welke stappen moet je volgen? En als de stappen een ophouding zijn in het systeem wat naar het doel toe moet gaan, moet CITA daar kunnen inkomen. Wij zijn dus op dit moment straks door de wetten heen. CITA wordt een legale entiteit in Suriname, waarbij dus wij wel de mogelijkheid hebben en de kracht om dingen te bespreken als ze ergens vastzitten. Meneer Durga, het hoogtepunt voor de Suriname-Guyana Chamber zal in oktober geschieden. Er zal een grote conferentie gehouden worden. Wat is de naam van deze conferentie en wat zal er allemaal gebeuren? Ja, de conferentie is de International Business Conference. De eerste editie wordt gehouden in Guyana bij de Georgetown Marriott van 15 tot 17 oktober. En het grote doel van deze conference is om minimaal 100 Surinaamse bedrijven erbij te hebben, minimaal 100 Guyanese bedrijven erbij te hebben. Maar dan ook tenminste 300 regionale en internationale investeerders erbij te hebben ook. En we gaan ze dan met alle informatie bedienen, ook van de publieke sector, ook van de private sector. Maar dit jaar werken we samen met de Guyana Manufacturing and Services Association. En zij zijn, wat er echt gebeurt nu in Guyana, wat er hier ook gaat gebeuren, is de bevolking groeit. In Guyana gaat energie met 50% in kosten dalen binnen een jaar, want we gaan nu het gas gebruiken om energie op te wekken. We hebben ontzettend veel raw materials, dus we produceren ontzettend veel waar we niet veel value added doen. Dus we maken geen producten die helemaal af zijn. Wat we nu wel willen doen is met die energie, met die raw materials, met al het land dat we ook hebben, veel meer agro-processing en manufacturing te kunnen doen. Maar dan ook het mooie ervan is dat Guyana en Suriname, het lijkt bijna op een spiegel. Zelfde soort grootte van bevolking, ook op de kust. Bijna alles is heel Guyana Shield. Dus wat we ook willen hebben is dat via CITA dat mensen ook weten, oh, dit is ook mogelijk hier in Suriname. En de tweede editie wordt gedaan in Suriname ook, maar we willen alle informatie daar hebben, want zodat mensen alvast die informatie kunnen krijgen. En wat we ook gaan doen, wat we hebben gemerkt dat onze leden echt willen hebben, zijn B2B meetings. Dus wanneer bedrijven komen van het buitenland, gaan ze ons een profiel geven van, hey, we willen meetings hebben met dit soort bedrijf. Misschien kennen we het naam niet van het bedrijf, of misschien kennen we de naam niet van het ministerie, maar dit is, en dan is onze job om die meetings dan voor ze in elkaar te zetten. En ook omgekeerd. Een Surinaams bedrijf of een Guyanese bedrijf kan zeggen, hey, ik heb deze resources al, wat ik echt nodig heb is financiering of mensen of deze kennis. Kan je een meeting voor me regelen met die soort mensen die naar binnen komen? Want het is helemaal business to business. We doen geen publieke kant van deze conference. Omdat wanneer we klaar zijn, binnen die drie dagen, moet er genoeg deals gemaakt zijn, genoeg vooruitgang zijn dat we kunnen rapporteren. Naar Guyana toe, naar Suriname toe, van
hé, hey, dit is wat er bereikt is en dit is wat de volgende stappen moeten zijn. En wat voor type bedrijven willen jullie op zo'n international conference? Ja, dus zeker. En toen Amma net sprak over wat er gebeurt met bedrijven en ze denken dat het bureaucratisch is. Wat wij willen hebben zijn bedrijven die wel echt goed op papier staan. Ze hebben hun audited financials, ze hebben een plan voor hun business. Ze draaien hier al goed in Guyana of goed in Suriname. En ze hebben een plan voor uitbreiding. Dat zijn de perfecte bedrijven voor zo'n soort conference. Want wat je niet wil hebben is dat je gaat naar de conference en je kan bijna bijhouden wat je nu al doet. Dus je moet ready zijn voor die uitbreiding, je moet ready zijn voor nieuwe contacten leggen. Medium bedrijven die tenminste $500,000 US per jaar al doen, ietsje groter zou goed zijn. Dat is een goede spot dat we hebben gezien die echt goed draaien in beide landen die al over en weer zijn gegaan. Maar daarna kijken we. Mensen die echt een internationaal denken nu hebben. Want we hebben beide CARICOM. En CARICOM heeft 15 miljoen mensen. En de markt, er zijn geen invoerrechten op producten die gemaakt zijn in CARICOM. Dus hoe meer we produceren, hoe meer we kunnen leveren ook binnen CARICOM. Ik hoor vaak, als ik luister naar de directeur van onder andere Staatsolie, de president van Oil and Gas is gonna be booming. Maar wat voor bedrijven gaat de hele samenleving mee kunnen gaan? Want ja, ondernemers, als je soms in het veld bent, zeggen ze van, tot nu toe hebben ze het beeld alsof alleen maar grote spelers die de miljoenen middelen hebben, die deel kunnen nemen aan de oil and gas. Wel, misschien ga ik je dit antwoord een beetje in het Engels geven, want you know, English is the international language of business. And we've been involved in this for almost 10 years now. And what you have are three types of impact. You have a direct impact, which is the oil and gas operators spending money directly in the oil and gas supply chain. That's about 10% of the revenue. So those are the people who are drilling, providing all the support, the staffing, the transportation. Then we have the indirect impact. And the indirect impact are all the hotels, the restaurants, the taxis, the husbandry services, so people bring their entire families that need relocation, the logistics, so everything that is indirectly related to oil and gas. But the biggest one that we have found, especially in Guyana, is what is called the induced impact. The bulk of the money coming into the country, 90% of the money, is actually paid via royalties and profit sharing to the government in Guyana. And last year was the first year that we actually received money from the Natural Resources Fund into the budget, and it doubled the budget last year. This year, again, we went from about 600 billion Guyana dollars, which is about 3 billion US dollars, to double that. We're at 6 billion now. And this is now the second year that that money has gotten into the economy. And think about it. Where does the government spend the money? They put it into infrastructure. So Amar would have seen the massive infrastructure that is being built, both public and private. The roads, the bridges, the buildings, the new offices. A lot of money is going into education. In Guyana, for example, the government has removed taxes, corporate taxes on education and healthcare. So it allows private companies to also invest in education and in healthcare and retain what would have gone into taxes to be able to reinvest. And of course, things like security, a lot of money is going into security as well. But almost every sector, because when a road is being built, a massive road is being built, you have so much movement of people and people are earning as well. So those three ways we have seen. And I can tell you there's a little bit of a lag, because just 6 years ago, our GDP per capita was 5,000 US dollars per capita. Now it's already past 30,000. However, we don't feel it immediately. What we've researched and what we've seen in the numbers is there's about a 3-year lag. Salaries have been increasing in Guyana somewhere between 10 to 20% every single year for the last 5 years. And I think the same thing will also happen here once you have your investment decision. But I do want to encourage people in Suriname and in Guyana, imagine if we had no oil and gas. We still have countries that are blessed with so much resources, and we still have to use our innovation and we have to use these partnerships to develop the countries regardless of oil and gas, because there will be a day when that is completed as well.
So there is still so much more opportunity. But the people here have to wait. They're not going to see the money immediately, like, okay, the oil is in production, then the next day we will see it on our bank account. Yeah, if they're working directly with the oil and gas industry, they will. Indirectly sees it shortly after, and in juice sees it about 2 to 3 years after. Okay, wat kan Suriname leren van Guyana als het gaat om de oil and gas? Want u bent dichtbij, u heeft die ontwikkeling kunnen zien in Guyana en nu zit u het eigenlijk voor de tweede keer zo dichtbij. Ja, ik denk zeker de local content. Er wordt veel erover gesproken. En je kan wetten maken erover of je kan policies maken erover. Guyana was begonnen met een policy. En in die production sharing agreement met Exxon, er staat daar al heel wat daarin dat preferentie geeft aan Guyanese bedrijven. Maar Guyana is ietsje verder gegaan. Ze hebben hem tot een wet gemaakt. We moeten ook wel voorzichtig zijn, want wettelijk, er zijn ook andere wetten in het land die een andere definitie geven aan een Guyanese bedrijf. We zijn ook leden van CARICOM. CARICOM heeft ook de Treaty of Chagaramas met National Treatment. Ja. We zijn allemaal ook leden van de World Trade Organization, dat ook richtlijnen geeft aan hoe we kunnen concurreren. Dus, maar wat ik denk dat belangrijk is lokale bedrijven begrijpen hoe ze lokaal moeten opereren. En ik heb niet gezien in Guyana dat een buitenlands bedrijf het makkelijker kan doen. Buitenlandse bedrijven betalen veel meer aan huur, veel meer aan bijna alles. Dus een joint venture, een cooperation is normaal veel makkelijker voor beide kanten. Want veel buitenlandse bedrijven willen ook niet alles hier naartoe brengen. Ze willen kijken, oké, wat is eigenlijk nodig? Het grootste nadeel dat de buitenlandse bedrijven continu aanhalen is die 51% die gevraagd wordt vanuit de Guyanese kant en misschien ook de Surinaamse kant. Ja. Want zij zitten ook te denken, wel, het is mijn technologie, het is mijn IP, het is mijn geld. Hoe kan ik 51% afgeven? Dus ik denk dat is iets dat Suriname echt heel goed moet kijken, want er zijn veel bedrijven die dat niet willen doen, die niet naar binnen komen. Maar in Guyana is het ook geregeld op zo'n manier dat als je een 100% Guyanese bedrijf bent, heb je een preferentie. Dan als je majority bent, tweede. Als je minority bent, derde. Als je CARICOM bent, vierde. En dan als je internationaal bent, vijfde. Maar bedrijven net als SBM. SBM is 100% internationaal. Er is geen Guyanese of Surinaams bedrijf dat kan doen wat SBM of MODEC kan doen. Dus ja, als je echt wat hebt als je een buitenlands bedrijf, want er zijn ook veel buitenlandse bedrijven die dit gaan zien. Laat het je niet tegenhouden als we een local content policy hebben. Alle landen waar dit ooit is gebeurd, het duurt 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. En dan de lokale bedrijven die nu gaan beginnen als subcontractors, gaan het leren. En ze gaan dan grotere en grotere delen aannemen. En als je een goed bedrijf bent, dan werk je samen ermee, zodat je ook langer in de markt kan blijven. Dat niet zodra mensen dit begrijpen, word je er uit het land gezet. Nee. Dus het moet echt een samenwerking zijn en dan kunnen de landen ook veel meer verdienen. De mensen kunnen leven, kunnen ook veel beter worden. Een woord dat we veel horen is de FID, Final Investment Decision. Kunt u het in eenvoudige termen kort uitleggen wat de FID is? Ja, dus FID is eigenlijk het eindpunt van die feasibility. In Guyana en in Suriname zijn die feasibilities al gebeurd. Dus men weet al dat ze hier olie kunnen produceren tussen de $25 en $35. Ik ken die Guyanese nummers. Ik ben bijna zeker dat het heel dichtbij is ook voor Suriname. En de technologie om in heel diep water te drillen is ook heel ver gevorderd en Guyana heeft dat bewezen. Ja. Want we hebben voor het eerst olie daar gevonden in mei 2015 en in december 2019 kregen we al olie uit de grond. Dus de basin, zo noemen ze dat, is dan al het risico, het is al gedierist. Wat er nu moet gebeuren is, de bedrijven, hier in Suriname is het Total, moet dan die financiering regelen en ik denk dat ze dat bezig zijn in de achtergrond. Maar dan moeten ze ook officieel nu zeggen dat ja, we zijn nu ready om te tekenen, om door te gaan, zodat we nu de volle investering kunnen doen. Ik denk een heel goed teken voor Suriname bij de laatste Energy Conference.
zag ik ontzettend veel bedrijven uit Total's supply chain hier, die ik vorig jaar niet heb gezien. Ja. Dus dat zie je normaal wanneer bedrijven bezig zijn ready te maken om deze soort... Want dat hebben we gezien. In Guyana is het in 2017 begonnen. So in 2017 heeft ExxonMobil hun final investment decision gemaakt. En binnen 2 jaar hadden we al een schip daarbuiten die al begon met productie. Nou, belooft spannend wat te worden. Meneer Alakram Singh, heeft u nog tot slot iets aan dit geheel toe te voegen? Ja, het is van onze kant uit. Laat het ook zo, het volk even informeren ook daarover. Het is ook wel goed om te begrijpen dat als we praten over de upstream, offshore, de midstream en de downstream, dan is het wel zo dat wij de IOC's hebben, die daar, dat zijn de International Oil Companies, die al bezig zijn. In de voorronde zijn deze gaande, maar wij moeten ook dus letten daarop, net als de heer Durga daarnet zei, je zult niet als ondernemer in Suriname alles kunnen krijgen, ook gelet op de porten van de staatsolie, het wordt getenderd. Wij moeten dus even dat goed begrijpen dat bepaalde samenwerkingsmodellen die gecreëerd zullen worden in de toekomst, dat ons als Suriname dus wel het voordeel zal geven wat Guyana een paar jaren misschien is misgegaan. Maar wij moeten dus ook daaruit leren. Daarom is het heel belangrijk voor ons om ons een beetje te strekken, te gaan naar, ook naar Guyana waar alles al gebeurt. Ik was daar en ik ga zeggen, ik heb ondernemers ontmoet die ik normaal hier in Suriname ontmoet. En die hebben gezegd aan mij van, kan je dit naar buiten brengen? Mensen hebben geen idee wat hier gebeurt eigenlijk. En precies daarop gelet. In de voorronde dat wij meemaken van de IOC's en wat er hier gebeurt. Ik denk dat Coal Deep Sink Port Facility een heel groot voorbeeld is voor de ondernemers. Dat wij al weten dat er een vraag is. En die vraag dat wordt ingevuld. De ondernemers, de entrepreneurs moeten zich nu laten informeren. Zij moeten naar deze port facilities gaan om de informatie ook te halen. En laat ik zeggen, Suriname moet iets nieuwsgieriger gaan worden om te weten waarmee zijn we bezig. Wat gebeurt er om ons heen? Want wij moeten niet alleen gaan klagen als het eenmaal voorbij is allemaal. We moeten niet te laat inkomen. Wij moeten nu al inspringen om eigenlijk te zien van, hey, het gebeurt. We zien dat het gebeurt. Laten we niet bekritiseren. Laten we niet zeggen van, ja, het zal wel of het zal niet. Nee, laten we nu beginnen onszelf te vormen om te gaan richting een beetje internationaal business doen. Dat is wat ik wil. Okay. Is er een website misschien waar we naartoe kan gaan voor verdere informatie? Ja, wij zijn op www.cita.sr. Daar zult u de contactgegevens ook zien. En van daaruit zullen wij dus, wij doen direct business. Dus dat u mij niet gaat ontmoeten, ja. Ik ben daar altijd available. De organisatie die is groeiende. Maar terwijl het groeit zijn we ook bezig natuurlijk iedereen te informeren daarop. Nice, succes. Thank you. Meneer Durga, heb je tot slot nog iets aan het geheel toe te voegen? Ja, als je kijkers meer informatie nodig hebben, je kan gaan naar GuyanaBusinessConference.com. We hebben wel opportunities voor partnerschappen, grotere bedrijven die hier geïnteresseerd zijn om echt hunzelf op show te zetten daar in Guyana. Maar ook voor de delegate passes. En leden van de Suriname-Guyana Chamber of Commerce krijgen 50% korting op de delegate passes, want we willen echt hebben dat er echt Surinaamse en Guyanese bedrijven zijn die ready. En we willen niet horen dat prijs is een probleem. Ja. Die 50% is net genoeg om alle kosten te dekken. Ja. En we willen ze daarbij hebben. Dus om lid te zijn van de chamber heeft dit ook voordelen, ja, bij zulke ontwikkelingen in de oil en gas? Het idee is om het zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. We praten over doing business, doing international business. Op deze manier maken we het zo makkelijk mogelijk en we zijn heel blij dat we partners hebben, hoe we kunnen samenwerken. Want als CITA het alleen moet doen, als wij het alleen moeten doen, ik denk samen gaan kunnen we veel meer gedaan krijgen. Nee, heren, dank u wel voor uw komst naar de studio. Dank u wel, Banka. Kijkers, dit is geweest voor Magazine 4 op dinsdag 30 juli 2024. Sam Blankendal groet.